Schiet nou op, dan kom ik te laat. Ja, ja, ik ben bijna klaar. Oh, Roddy, ik ben zo jaloers op jou. Jij gaat mijn grote held ontmoeten. Een grote held? De uitvinder van de frituur zeker? Nee, een sporter natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zo. Wie is die knakker op jouw shirt? Hij komt me wel bekend voor. Knakker? Dat is mijn held. Dat is Michael van Gerwen, de darter. Oh ja, natuurlijk. Oh, ik word helemaal week als ik die man pijltjes zie gooien op dat bord. Ik wist helemaal niet dat jij zo'n groot fan van hem was. Nou, Michael en ik hebben heel veel gemeen evengoed. Ja, hij gooit heel vaak 180 en mijn frituur is heel vaak 180 graden. Zo, zo. En wij zijn natuurlijk allebei liefhebbers van het betere fastfoodwerk. Oh, nou, ik ook toevallig, ja. Mag ik die gehaktbal misschien? Nee. Deze is voor Michael. Oh. Zou jij, Ron, deze aan Michael willen geven? Zeggen dat hij met veel liefde is bereid? Nee, ga ik doen hoor, kom voor elkaar. Nou, dat zou fantastisch zijn. Hé, en de groetjes aan Michael, hè? Doe ik, Gerda. Ik laat je nog weten of je het lekker vindt, hè? Ja, bel me even straks. Gezellig. Ronnie. Oh, van Gerda. Nou, jongens, doeg. Veel plezier, hè? Tot later. Oeh, wel warm die bal. Slijmert. Michael van Gerwen is de beste darter die Nederland ooit heeft gehad. Hij werd tot nu toe maar liefst 3 keer wereldkampioen. En won hij verder alles wat er maar te winnen valt. Samen met 3 grote fans ontmoet ik Michael op de plek waar hij altijd traint. En hier oefent hij altijd. En hier staat hij ook. Vooral op deze gootje tijd. Hier de 190's. Kom eens weer voelen. Want jullie zijn een heel groot fan. Van Michael, hè? Ja. Nou hebben jullie ook alle 3 een wens, hè? Ja. En we beginnen even met jou, want wat wil jij heel graag? Ik wil heel graag tegen Michael van Gerwen darten. En denk je dat je dat gaat winnen? Ja. Pardon? Ja. Echt waar? Ja. En wat wil jij heel graag? Want dat ik gewoon een omroeper word. Oh, die altijd roept hoeveel punten er zijn. 128! Kan je een beetje Engels dan? Nee. Dan doe je het gewoon op z'n Nederlands. Ja. En je had ook een wens? Ja, ik wil graag weten hoe snel je rekent. Ja, want ze kunnen heel goed rekenen. Ja. Kan je ook een beetje goed rekenen? Nee. Nee, dat zou je wel willen. Ja. Misschien is het wel een trucje voor. Alle 3 een wens. We staan hier waar hij altijd komt. En dan kunnen we hem ook laten opkomen. Dat is wel lekker, hè? Ja. Zullen we hem erbij roepen? Ja. Nou, start de muziek maar! Michael! Hoppakee, ja. Goed zo. Wat gebeurt er als deze muziek start? Ja, krijg je adrenaline natuurlijk door je lichaam heen. Want je moet het podium op, er staan mensen te schreeuwen. Ja. En je wil natuurlijk je beste spel laten zien. Ja, dus je moet je volle focus pakken. Ben je altijd nog wel zenuwachtig voor de beste? Ja, zeker, zeker. Maar dan ben ik met dit soort dingen ook. Hebben jullie nu misschien al gelijk een vraag? Je mag alles aan mij vragen. Hoe oud ben je? Te oud. Hoe oud zie ik eruit dan? 38, 40, 41. Ja, bedankt. Ja, hè? 32. 32 jaar? Ja, ja. Ja, we hebben elkaar eerder gezien, hè? Toen had ik en jij iets met haar, toch? Ja, ja, klopt. Gel of wax? Gel. Kun je goed tegen je verlies? Ja. Heb je diploma's? Ja, eentje, fietsdiploma. Nou, toen waren we wel heel jong nog, hè? Ja, dat klopt. Wel lang geleden. Ik zag er jonger uit. Hoe oud was jij toen je begon? Oeh, ja, ik gooide altijd wel een pijltje thuis, maar dat was nooit serieus, echt serieus. 12 jaar. 12 jaar. Ja. En hoe oud ben jij? Ik ben 11. 11 jaar. Dat bedoel ik. Zij is jonger. Dat bedoel ik. En jij had een hele grote wens, jij wilde heel graag... Tegen jou darten. Ja. Tegen mij darten? Ja. En jij, hoe oud schatte jij mij? Jij wilde graag omroepen, hè? Ja. Misschien kun je het combineren. Is dat misschien leuk? Tuurlijk. Dat jullie met z'n tweeën gaan wij met z'n tweeën gewoon lekker kijken. Ja. En je wil winnen van hem natuurlijk, hè? Ja. Zij... Ja, maar dat gaat lekker niet gebeuren. Ja, zij zegt dat ze gaat winnen. Zullen we gewoon een partijtje doen? Je hebt wel goede pijlen. Ja. Wie kreeg je? Van mijn opa en oma. Oh, dat is lief. Wat doen we normaal als we gaan beginnen? Goeie wedstrijd. Goeie wedstrijd. Ben je al nerveus? Nee. Kom op dan, kom op. Ja. 33. 33? 3. Doet hij het? Oh, doe maar. Ik ga het heen. Ja. Zo. Ja. Ja. Doe maar. 33. Oeh, nerveus. Kijk eens. Tjonge. Ik ben net 3 weken op vakantie geweest. 70. Oh. Kom op.
Dat is één. Eén. Nou, dat is lekker. Twee. Ah, nou, de drie. Ah, ja. Hoeveel is dit? Negen. Negen. Ja. Ja. 85. Steeds voor moet je maar denken. Kijk, dit is 16, heel goed. 9. 31. Ja, heel goed. Ja. 101. 1 is 1. Nou, je bent in vorm. 115. Lekker. Dat zijn er veel, hè? Laten we het Michael gewoon eventjes moeilijker maken. Ja. Zullen we het zo doen? Ik vond het al moeilijk genoeg, hoor. Om het je dat iets moeilijker te maken, hebben we het volgende dus bedacht. Kijk, het is even... Laat me raden. Het wordt een beetje lastiger voor me. De eerste gooi doe je... Gooi met een handschoen aan. Gooi met een handschoen. Hebben we ook. Je krijgt een overhandschoen. Ik hoop dat ik hem niet pas. Dit wordt heel lastig. Ja, nee, ben gek. Gooi met een handschoen. Zal er wel een maatje groter mogen bestellen? Ja. Nou, dit wordt heel lastig. Huh? Ja, ik heb je net zien gooien. Veel slechter wordt het niet. Ja, eigenlijk gooi je eigenlijk heel goed. Ja, dit is een verbetering. Het is een verbetering. Op 14 zie je, zit je nu. 15. Ja. 15. Zo, 16. Nee, dat gebeurt niks, jongen. Dat gebeurt niks. Ja, op 17. 46. Oh. Ja. 46. Werp op je knieën. Ja. Ja, ja. Op je knieën. Ja. Ja, ja, ja. Gaat ook beter. Let op. Hup. Nou, 1. Ik heb een abonnement op de 1, of niet? Ja, denk het ook. 27. Kom maar. Hup, laag. Nee, kom op. Oh. 54. Gooi achterwaarts. Hè? Dat ken ik denk ik. Ja, allemaal aan de kant. Aan de kant. Aan de kant allemaal. Oh. Wegwezen. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh. 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 Niet eens zo gek. Nee. Maar 16. Ja, zie je dat? Zo goed ben ik ook voor niet, hè? Zie je dat nou? Bijna. Ja, is ook lekker. 23. Ja. Gooi 3 pijlen tegelijk. Aan de kant weer. Nee, hoeft niet aan de kant te gaan, hoor. Oh, jawel. Zo. Eén zo gek weer. Weer niet genoeg. Nee, weer niet genoeg. Sta nog zoveel. 33. Nee, 33. 32. 32, heel goed, 32. Oh, jij wel even wachten, want je hebt nou hoeveel gegooid? 17. 17 en 8. Nou, weer er 14 over. En welke dubbel is dat? 7 daar. Ja. Als je single 7 of dubbel 7 gooit, win je ook. Kom op. Hey! Goed. Nou, beetje af. Nou, nemen jullie even wat te drinken. Zullen wij eventjes een stukje gaan vissen? Ja, doen we zeker. Vissen. Kom, dan gaan we deze kant op. Vissen. Doei. Ik vis achter een net alweer. Net ook bij jou. Ga lekker zitten, Michael. Ja. Zo. Want wij hebben dus gehoord, jij houdt van vissen. Dat hebben ja, zeker. We gehoord. Ik geef jou vast deze hengel. Wat is er zo leuk eigenlijk aan vissen? Rust. En ik vind het gewoon echt leuk om te doen. Dit is uit jouw collectie? Ja, zeker. En dit is een karper? Dat is een karper, ja, hier vlakbij gevangen. Is dit een marlijn? Nee. Oh, dat is ook een karper? Ja. We doen een spelletje. De bedoeling is, jij moet een visje uit het vijvertje halen. Elk visje heeft een cijfertje. Nou, dat correlateert weer met een vraag. En die ga ik je dan stellen. Kijk eens even, kom maar binnen ook. Wat kijk eens hoe gezellig. Nou, we zitten wel even lekker zo, toch? Hè? Hoor je de reigers? Ja, ja, goed. Vogeltjes? Meeuwen? Nee. Welk nummer is het? 8. Ach, daar komt een vraag bij. Wat zou je doen als je geen darter geworden was? Tegelzetter. Hè? Ik heb de tegelzetopleiding gedaan. Met die vloeren hier, of badkamers. Of... Alleen, darter ging me net iets beter af. Net. Darter gaat je beter af? Ja. Ga je gang? Ja. Ja. Kijk, hop. Dit gaat ook heel goed, zeg. Ja, ze bijten wel, hè? Ik heb nummer 10. Wat is het allerlekkerste dat je kunt koken? Mijn kinderen vinden het lekker als spaghetti maken. Ja? Jazeker. Ben jij een beetje een prins in de keuken? Af en toe, niet altijd, maar ik moet echt zin in hebben om het zelf te doen. We gaan het ook een keer proberen. Ja. Kijk, eerst 2 tegelijk. Ja. Dat hebben we liefst, hè? Zie je dan? Met welke sporter zou je ook een keer willen ruilen?
Ja, dan kom je toch wel in de categorie Lionel Messi of Roger Federer of zo. Ik weet dat mijn leven druk is, maar dan ben ik wel eens benieuwd hun leven. Kijk eens even. Een heel... appa. Ja, die gele. Zo kan het blijven zitten. Die gele zijn altijd lastig. Nummer 17. Wat is je minst favoriete vakje om te gooien? Niks is heel lastig. Maar nummers waar ik heel weinig op kom is bijvoorbeeld 7. Ja. Een single 7 hoef ik bijna nooit te gooien. Heb je ook favorieten? Ja, triple 20 is natuurlijk wel, omdat ik daar zoveel uren op heb geoefend in heel mijn leven. Ja. Op een gegeven moment wordt het gewoon automatisme. Wat zou je tegen alle kinderen tot slot willen zeggen die heel graag darter willen worden? Blijf investeren in jezelf en het blijven doen met plezier. En proberen met jongens te gooien of met meiden die beter zijn dan jezelf. Ja. Daar leer je van. Ik heb daar nog iets voor jou, van een heel grote fan. Echt waar? Dankjewel. Dat deze is van Gerda. En dat is lief, hè? Dus ik zou willen vragen, vind je het wat? Hè? En? Smaakt goed. Oh, dan ga ik het even vertellen. Dat zou zo leuk. Bel hem maar even op, ja. Even kijken. Nou. Ronnie! Gerda, ik zit hier naast Michael. Nou, hij vindt hem lekker, hoor, die bal. Vind je hem lekker? Ja, lekker, hè? Oh, smullie. Zeg, Ronnie, nou ik je toch aan de lijn heb, zou ik misschien mijn allergrootste help even de telefoon kunnen hebben? Nou, Gerda. Moet dat nou? Dat liever niet nou. Kijk, weet je, ik heb één hele grote vraag waar ik altijd een beetje benieuwd naar ben. Michael, zou je het heel erg vinden? Ik heb een heel groot fan aan de telefoon. Nee, natuurlijk niet. Kan het, Jeff? Ja, natuurlijk. Vraag. Hallo. Met Michael. Oh, Michael, ben jij het echt? Ja, ik ben het echt. Oh, Michael, wat een eer dat ik je even aan de telefoon heb. Ja, ik word een heel groot fan. Hoe jij die pijltjes tegen dat bord aan pleurt, dat vind ik geweldig, ja. En als je daar zo staat van ik heb 180 gegooid, ja, dan ben ik. Dat vind Blijf ik gratis. Heel geweldig, oh, Michael. Ik heb daar één vraag uit je beloofd. Eén vraag. Oh ja, sorry, ja, één vraag. Michael, de vraag die ik heel graag wilde stellen. Je frikandel speciaal, eet je die dan met curry? Of met ketchup? Oeh, ik eet hem heel graag met curry, want hier onder de rivieren sta ik heel normaal. Ah, Michael, ja, net als ik. Ik dacht het al, we zijn een geweldig team samen. Gerda, nou is het klaar. Stel. Kom maar, ja. Gerda, ik moet ophangen. Ik ga door naar Just. Dag. Zo. Oh, hij heeft wel opgehangen. Ga je mee? Ja, tuurlijk. We gaan naar Just. Pas op met die... Nou, ach, ja, met curry. Ik dacht het al. Van Gerwe, 44 over. Gooit 12, 32 over. Dubbel 16. Zo! Snel gerekend, zeg! Just, sorry dat jij moest wachten, maar wij waren even aan het vissen, hè? Michael ja, erbij. Kom. Jij vroeg je af hoe het komt dat Michael zo kan rekenen, toch? Ja. Hoe komt het? Ik doe het dagelijks, uren. En al voor meer dan 20 jaar. Dus op een gegeven moment wordt het automatisme. Precies, dat is eigenlijk heel veel oefenen. Ja, heel veel oefenen. Om het even te checken, hè, hebben we een klein spelletje bedacht. We hebben hier een bord. Ja. En dat zijn de uitkomsten van de sommen die ik jou ga geven. Daar krijg je 5 seconden voor. Ja. Als je het antwoord weet, gooi je heel snel in het bord. Als je er 5 goed hebt, dan win je een zweetbandje. Jij krijgt een rekenmachine van mij, zodat je ook kan controleren of Michael het goed heeft. Ja. Even kijken hoe dit werkt. Ja. Daar gaan we. Dus dom is. 501 min 180 min 160 min 67. Stop. Is het 94? 100%. Even checken. Dus 501 min 180 min 160 min 67. 94. Ongelooflijk. 94. Wat goed. Kom op dan. Oké, dat is. We maken hem wat moeilijker. 468 plus 90 min 330. 230. Min 230. Ja, dat is 235. Klopt het? Ja. Ongelooflijk 257. Kom op. Ja, ja. Je moet wel door, hè? Nog 17 keer 3 plus 13 min 9. Tijd gaat nu in. Je hebt nog 3 seconden. Ja, en? Denk wel. Nee. 73. Nee. Doe het nog eens. 17 keer 3 plus 13 min 9. Min 55. Ongelooflijk. Ja, rekenmachinetje had het fout. Ik denk dat het kapot is, of niet? Ja, nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het kapot is. 379 min 45 min 17. De tijd gaat nu in. En wat is het? 317. Ja! 317. Voor jou. Dat is onheerlijk als je dat... Nee, het is geen zweetband voor je hoofd. Nee, het is om je oppols. Je krijgt alleen de grootste. Daar ben ik heel erg blij mee. Wat vind je ervan dat hij het zo goed doet? Knap. Ja, nou, knap. Ik vind het een baar kunst, jongen. Ik vind het geweldig. Maar ben je ook een goede mikker? Ja, ik ga het proberen. We gaan het uitzoeken. Kom op. Kom, Justin, we gaan die kant op.
Michael, ja, wij willen heel graag met jou op de foto. Ja. Dat weet je wel. Maar hoe we op de foto met jou gaan, dat bepaal jij. Oké. Okay. En dat doen we met het spelletje Dikke Mik. Jij kan goed mikken. Ja. Maar kan je ook goed mikken zonder pijltjes? Dus de bloem in de vaas of een pen in een bakje. Elke keer als je misgooit, dan moet je iets van de verkleedpul pakken en die opzetten. Ben jij er klaar voor? Ja, dat hoop ik wel. Oké. Eerste onderdeel is de pennenpak. Met welke pen wil je gooien? Doe maar die blauwe. Die blauwe. Nou, daar gaat hij. En hij gooit. Mis. Nee. Randje. Ja. Nou, ja, wat gaat worden? Pak er maar eentje. Ja. Ja. Ik wil een beetje op jou. Wat doe je? Jij doet deze. Ik doe deze. Oh, dit is top. Dit is lekker. Top. De bloem. Ben echt een Hollands meisje. Mijn naam is nu Michelle. Mevrouw. Michelle. Michelle. Hoppakee! Ja. Dan hebben wij de derde alweer. Theezakje in de thee. Mevrouw. Michelle. Ja. Nou, wat wordt het? Een bril. Deze gaat erin, deze. Deze. Zeker te weten. Michelle. Hoppa! Ja. Lekker. Dan hebben wij borrelnootjes in een glas. Ja. Ja. Nee hoor. Deze pas zal ik niet passen, denk ik wel. Ik zeg het zo. Staat je allemaal prachtig. Dat is toch, joh. Ja, hij draait ook. Nee, dit is een beetje Ja, zag je dat? Ja. Hij deed elke keer zo kijken, zo. Ja, hier staat hij nog een keer. Ja, dan gaat hij gelijk in. Ja. Ja, nee, prima. Hij moet bij mij op mijn hoofd. Kom op dan. Nee, niet goed. Kijk eens hier. Ja, hoppakee. De laatste alweer, schoolboek in de schooltas. Ja, mag ik hem even openzetten? Oh, yes. Ja, hij wil echt vals blijven spelen. Nou ja. Oh. Applaus jongens, applaus. Nou. Hey, en dan deze outfit, kom maar op, hè. Ga maar staan, ga maar bij Michael staan. Kom even zo hier, we gaan staan. 3, 2, 1, ja! Michael, dank je wel voor deze leuke dag. En vonden jullie het een beetje leuk, jongen? Ja. Mag ik één keer wel een groot applaus Michael. Dank je wel, Michael. Ik heb nog een kleinigheidje voor jullie. Als bedankt omdat ik het ook leuk vond. Heb ik eentje voor jou. Dat pijltje is is hartstikke goed. En eentje voor jou. Dank je wel. Nee, hoeft ook verder niet. Nee, ik ben er met jou op de foto geweest. Ja, is ook precies. Weer goed. En ik heb een mooi verhaal straks voor Gerda. Dus, doe het goed, hè? Zal ik zeker doen. Ik zou zeggen tot volgende keer weer. Doei. Goed, hè?